Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering Max Bezo, kom bij je thuis. Wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag een theater maken waarbij de poppetjes zelf kunnen bewegen. Wat heb je daarvoor nodig? Nou, we beginnen met magneetjes. Gewoon magneetjes die je bij de koelkast kan vinden. Die magneetjes doen er één onder en één boven. Zo kunnen ze namelijk bewegen. Verder heb je natuurlijk dan nodig een stuk karton. Zoals bijvoorbeeld een doos van de schoenen. Of als je niks anders hebt, kan je ook nog gewoon papier gebruiken. Alleen dat is niet zo stevig. Potloden, een schaar en plakband. Als je alles hebt, gaan we verder met wat we moeten doen. We beginnen met het tekenen van een poppetje of iets anders. Kijk, ik heb natuurlijk gewoon een mannetje en een vrouwtje getekend. Maar je kan natuurlijk ook andere dingen tekenen. Als jij vindt dat jouw verhaal op een schip afspeelt met een haai en weet ik veel, dan kan dat. Of misschien wel een paard dat door de weide heen rent. Het belangrijkste is dat je, voordat je tekent, eerst een rechthoekje maakt. Maar dat heb je daarna nodig om te kunnen plakken. Als je tekening af is, vouw je hem om bij je rechthoekje. Zodat je hem kan plakken aan je magneet. Als je tekening helemaal af is, knippen we hem natuurlijk uit. Als je hem dus uit hebt geknipt, vouw je het onderstukje dubbel. En je pakt je magneet en je plakt met een beetje plakband hem eraan vast. Als je mag niet, pak wat je een beetje uitsteken, kan je hem gewoon even afknippen. Valt je poppetje naar te ver naar voren toe, dan kan je hem gewoon een beetje aan de bovenkant omvouwen. En dan blijft hij wel goed zitten. Nu had je niet voor niks twee magneetjes nodig. Want je ene poppetje gaat aan de bovenkant van de doos. En aan de onderkant zit je andere magneet. En die zorgt ervoor dat als jij hem beweegt, aan de onderkant en aan de bovenkant ook beweegt. Zo dus. En zo kan ik ze allemaal laten bewegen. Natuurlijk wel leuk als je de onderkant van je doos ook leuk versiert. Misschien een achtergrondje maakt, zodat je een heel mooi toneelstuk kan maken. Ik ben heel benieuwd naar wat jullie hebben gemaakt. Veel succes ermee en tot volgende keer.